voetbal beleef je in het stadion. Koop nu je seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. Roda JC, Limburgse passie. William Pluijm wordt al jaren gezien als een groot talent in het Nederlandse voetbal. De 22-jarige aanvaller is sinds afgelopen zomer officieel een speler van Roda JC en kan dit seizoen op steeds meer speelminuten rekenen. Tijd om eens kennis te maken met deze talentvolle spits. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook al veel gehoord en gelezen en zo over ja, talent zijn. Maar ja, het brengt niet echt druk met zich mee. Ik heb, ja, natuurlijk kijken mensen nu wel van ja, is bij Vitesse misschien niet geslaagd en zo, dat soort dingen. Maar ja, voor mijzelf telt dat niet. Ik weet wat ik kan en ik heb het hier nog niet helemaal laten zien, maar dat gaat zeker komen. Ben je nou een moeilijke jongen? Nee, maar kan wel moeilijk zijn, denk ik. Af en toe. Zou kunnen. Maar ik denk dat ik wel redelijk rustig en niet moeilijk ben. Wat voor een relatie heb jij met de trainer? Een goede wel, denk ik. We praten af en toe veel. Ik ben, ja, wat ik net al zei, een half jaar weinig gespeeld hier. En ja, hij heeft toch wel met mij veel aan het praten geweest om mij wel een beetje tevreden te houden en dat ik het wel vol moest houden, omdat ik dit seizoen waarschijnlijk nog meer aan spelen toe zou komen. Vind je het leuk om voetballer te zijn? Ja, tuurlijk. Het is, natuurlijk zijn er altijd wel mindere dingetjes aan en ja, nee, ik ben meer dan tevreden. Wat vind je het lastigste eraan? Af en toe de tegenslagen die je wel hebt en de oneerlijkheid in het hele circuit eigenlijk. Wat bedoel je dan, oneerlijkheid? Oneerlijkheid, ja, dingen die in de pers over je worden gezegd. Dat soort dingen ook, dingen die niet waar zijn en zo. Dat, ja, het is wel jammer, dingen die jammer zijn. Ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld van mij hebben. Tenminste, als je met mensen hoort praten, als je van familie hoort dat hoe de mensen op de tribune over je praten en zo, dan ja. Hoe praten ze dan over je? Ja, gewoon die jongen leef je niet voor, is lui in het veld, doet niet. Het lijkt alsof ik het niet wil winnen, alsof of ik het allemaal wel goed vind. En, ja, dat is misschien mijn uitstraling in het veld, maar ja, dat is voor mij. Voor mij telt dat absoluut niet. Wat hoop je nog te bereiken? Dit seizoen was mijn insteek om alles te spelen en ik probeer Europees voetbal te halen met Roda. En ja, op langere termijn wil je toch een keer naar een topclub of het buitenland toe. Als je mag dromen? Als ik mag dromen, dan speel ik volgende week bij Real Madrid.